Daar willen we over morgen over praten. En wat vinden wij nu al aan de admiraliteit? Ook mogelijk een scheepsbouwwerk. En van Emmerich vindt u op Nederland Jeroen de Muziele de Hermitage. Dat gebouw, groen met witte zaaien, met talrijke windhouden en Elisabeth, verloren toen bij de buurten over. En dit betrof erg van allerlei carnavals, festivals, concerten, ontvangsten, loonkruchtigen. En af en toe had hij een zin in om zich terug te krijgen om even alleen niet te bezitten en glitterende en gezellige concertzaal in de vorm van amphitheater gemaakt. Heel mooi met warme, met geniet, met en in het hele theater worden enige van zo'n vrouwen zijn al zeker geweest op de tentoonstelling van Stroganov in Amsterdam en de Lindam, dat zit in Italië, en dat was de staatskas. Eigenlijk werd dat gekocht op de bevel van Amsterdam. Maar die ooglaten kunnen we genieten hoor. Dus, want de Lindam stroomt vrij snel. De snelheid van de stroom hier is bijna 5 km per uur. Bij de kaarten van het park is een water, zijn er grachten of iets niet halen zijn bij de paleis van de grote. En dan is de betreft achter de brug trekken. Laat die waren heel gewoonde aan het begin van de 18e eeuw dat de grote was op een algemeen school op Nederland. Hij sprak zelf Nederlands. Zijn niet zelfs de jongens hoofdstad op de Nederlandse manier noemen. Want Sint-Petersburg is qua oorsprong een Nederlandse naam. Niet iedereen hier weet dat, maar mensen die het moeder afspreken, dus dat om het schip te laten repareren en deze raad te bekostigen. Maar gelukkig is het schip in 87 gerepareerd en is hier weer toegankelijk als museum. Men kan bijvoorbeeld de motor afstand ook vooral een jaar of 20 geleden toen wij nog verwoesten. Wauw, 20 jaar lang duurde de macht van de communist. Er waren 50 grote, hier mochten er in de 18e opgehaald en lang. En toen de feest is dat de grote is hier klank. Nog, maar de feest is geklank. Met een boom. En die boom slaat hier aan. Dit was de oude aarde klank. Maar dat wil de klank hier aan deze kant. En dan nog één. Maar het is hier best terug. Want ja, vooral in de muur, als het warm genoeg is. De meeste doen het toch niet leuk om in de muur te smeren. Dit en daar. In dit geval is dat strandpaalde druk als maar het druk woord is. En de dierstekens is dat op terrasje. Wat terras is dat er hadden van dit dag. En dan moet ik de ene, waar de mooie grote wandertje is, die met een bruidspaar. Dit gaat over de haven van de stad hier later. En dan moet ik de ene allerlei zonnetjes. Die hebben we wel in de als kippen. Dat was het gebouw als dat plek. Dat waren de sterk voor de bevoegdheid van het water. En toen waren we met de witte kolen. En toen waren we het klein. Daar waren we ook op de receptenbeurs. En toen waren we op de voormalige receptenbeurs. Die werden de mannen van pak. En ze hadden we het allemaal op de museum. Met die zalen, de oude verkeerde spitsen en koepels van de historische gebouwen zitten nog minder. Ze waren op grauwe geverfd, of met een grauwe doek bedekt, in de hoofdstad van de Russische keizerrijk. En recht voor u is een van de alleroudste gebouwen van de stad, dat koninggebouw Museum met daar nog steeds en hier zo, kunstkamer, is een van de allereerste stenen gebouwen van onze stad. We begonnen vroeger aan de eerste de gemeente van Sint-Petersburg, Alexander Nijtsjekov,
de pessoas de utilizar em todo o mundo, com som, nós ficamos produzindo, e ficamos com o arquiteto do Paulo Instrução do Porto. Como é que eu não te olho? É que eu não te olho, eu tenho que fazer um vídeo lá, a gente olha, sabe, a gente olha, a gente olha, a gente Thank you.
Thank you.